Verdiend gewonnen, jongen. Geweldig. Verdiend gewonnen, geweldig. Geweldig. Wie was vandaag onze beste speler? Ik vond Darroy echt goed. No, ik vond Lopez, man. Noe, Rubala. Was een mooie wedstrijd, man. Echt, ze hebben het geregeld. Moeizame tegenstander, maar penalty heeft ons gered. We zijn door, man. De underdog is verder. Je was ook aanwezig in Abidjan, met alle spelers daar. Ja. Hoe was het om alle spelers te zien? Ja, leuk, man. Echt goede energy. Die boys zijn gewoon met z'n vertrouwen daar. En ze hebben gewoon zin. Ze zijn bang voor niemand, dus ze gaan het regelen. Ik ben mijn stem kwijt, bro. Maar ik wil wel eens bedanken om ons uit te nodigen. Ja, toch niet. Leuk dat jullie zijn gekomen uit Antwerpen. Nou, volgende keer maar zijn we daar, man. Het is een vice, bro. Muziek is hier, mensen zijn hier. Iedereen is gek aan het gaan, bro. Ik ben gek aan het gaan. Mijn stem is weg. We gaan nog een paar mensen zoeken en dan gaan we meteen terug naar Antwerpen, toch? Ja, het is toch geweldig. Kijk, dat wij als Caveriana, zo'n klein landje, toch zo ver schoppen in Afrika. Weet je, dat is toch gewoon geweldig. Iedereen is gewoon overweldigend. Moet kijken wat een feest hier is, jongens. Dit is toch heerlijk, man. Weet je, wij Cabo's houden van feesten. We zijn goed in sport, we houden van winnen. Dus, weet je, dit is gewoon een heerlijk gevoel om mee te maken. Weet je, dit is gewoon super. Ik heb er geen woorden voor, eerlijk gezegd. Als we een halve finale zou halen, zou ik echt super fantastisch vinden. Ja. Ik vlieg er persoonlijk naartoe. Ja, ik ga er naartoe, dus heb ik al gezegd. Dus echt met mijn werkgever even organiseren. Dat ik naar Café de ga kijken als ze alle finale halen. 100%. Viva Touro Caveriano! Hey! Geweldig, geweldig. Dat was een hele spannende game. Maar ja, zoals ik al wist, de Haaien hebben overwonnen. Alle vertrouwen erin gehad. Prachtig om te zien hoe alle Caveriano ook bij elkaar komen. Je hebt het ook gezien, denk ik wel, hè? Ja, zeker. Nee, het was prachtig. Geweldig. Eigenlijk. Penalty erin geknald en we hebben gewonnen. Gewonnen is gewonnen. We zijn maar een kleine landje. En ik ben afgelopen 15 jaar proberen mensen te mobiliseren om team te steunen. En vanaf Tony mij vertelt van joh, wanneer we bij de Caveri spelen. We hebben nooit niemand op de tribune staan, ben ik mee begonnen. En dit was mijn vierde kaan en we gaan zeker weer terug. Je hebt een goede mix. Je hebt een mix van wat oudere jongens en wat jonge jongens. En je ziet dat ze van voetbal moeten hebben. Ja, en eigenlijk daarin zie je dat onze jongens dat ze heel veel voetbal proberen erin te krijgen. Ja, en dan heb je een mooi resultaat. Ik moet een paar vragen stellen. Oramos bij wat die vragen stellen. Door het zeggen. Euforisch, man. Euforisch, ja. Blijdschap. Ik ben blij voor de hele Caveriaanse gemeenschap. Hoe zij meeleven met Caveri, weet je. We zijn zo'n klein. Als je op de wereldmap zit, is maar een klein stipje. En toch zijn we zo groot, weet je. Is dit een bevestiging dat wij ons op de kaart aan het zetten zijn? Nee, we hebben het al gedaan één keer. Ja. Ik denk dat je het vergeten bent. In Zuid-Afrika hebben we het ook gedaan, weet je. Ja. Toen zijn we naar de kwartfinale gegaan. Alleen, nu zie ik meer voetbal in het team. Inderdaad. Als toen de tijd. Dus nu hebben we meer hoop. Laat de volgende maar komen. Marokko, Zuid-Afrika, maakt niet uit. Maakt niet uit. Wij zijn Caveri. Wij zijn Caveri. 10 eilanden, wij zijn Caveri. Tot de laatste. Ja, man. Eindelijk. Team. Eindelijk. Simon. Door Caveri. Ik hoop Marokko, als hij van Zuid-Afrika winnen, moeten we tegen Marokko. En dat wordt een mooi potje. Heb je vertrouwen in? Ik ben ook Marokko geweest bij de oefenwedstrijd. Hebben wij heel goed gedaan tegen Marokko na de WK. Eerste wedstrijd in Marokko. Na de WK, Caveri had 0-0 gespeeld. Maar ja, nu gaat het ergens om. Dus het is alles voor niks. Ja, wat denk ik Marokko, maar het wordt wel lastig. Ja. Maar we gaan het gewoon regelen, man. We hebben gewoon vertrouwen. Just a kunos, dus we gaan het doen, man. Ribala, Dubai. Als je nog één bericht kan geven aan alle Caverdianen, wat wil je dan zeggen? Jongens, altijd ons team steunen. Door dik en dun, winnen of verliezen, sta achter ons land. Want die jongens verdienen het. Weet, we zijn een land met heel veel mensen buiten Caveri. Hoe voelt het dan om al die Nederlanders, al die mensen uit Zwitserland, hoe voelt het om al die kous bij elkaar te zien? Ja, wij zijn één, man. Wij zijn één, broer. En weet je wat is? Maïs is de thuisbasis voor alle Cabos al jaren. Dus mensen die ergens anders gaan kijken, jullie missen dit wat je allemaal hier ziet. Is een vibe. Esso naar Maïs. Esso naar Maïs. Esso naar Maïs. Maïs zet alle Caverianen op de kaart. Geloof me, it's a rap. Ik was Joost Breinswaars de Wachter vanuit Mayense Rotterdam. De Cowboy Community is aanwezig. Ik heb verder Maritanië 1-0. Maritanië naar huis. En zoals ik heb beloofd, ik ga Aboubara Koita persoonlijk afhalen van Zaventem. Mijn vlag van Cap Verde.